De financieel-economische crisis vormt een hele grote uitdaging voor de rechtspraak in Suriname, zei de president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, vandaag bij de opening van het zittingsjaar 2024. De hofpresident liet ook weten dat het in dienst nemen van nieuwe krachten voor het versterken van het rechtsapparaat een kader is. Maar dat houdt het werk een beetje op. Zo af en toe hebben we wat ventilatoren die we inzetten, maar dat kan de hitte die er nu is niet tegenhouden. De heersende bureaucratie bij de centrale overheid met verdovende kracht voor het uitvoeren van een goed personeelsbeleid binnen de rechterlijke organisatie. Dit is al jaren een bijzondere uitdaging om mensen in dienst te krijgen. CQ om mensen uit dienst te krijgen. Heel moeilijk, bevorderingen, etc. Het houdt op in die hele route van 5 schakels, ongeveer vanuit het Hof. 5 schakels om een personeelslid te bevorderen, in dienst te nemen, etc. Te veel schakels. Eerst naar de minister van Justitie, dan naar, zo nodig, naar OPA, die dat ding bij Raad van Ministers. Rasoelbaks geeft verder aan dat vele rechtsgeleerden met het oog op lotsverbetering vertrekken vanwege de situatie in het land. Ondanks deze tegenslagen wordt toch hard gewerkt. Er zijn een aantal goede krachten vertrokken. We kunnen ze niet behouden met het loon. En ook niet met de secundaire voorziening. Absoluut te laag. We gaan ze verliezen. Het parlement ook, de regering gaat ze verliezen. En ja, we moeten goed beleid daarop afsteven. De rechterlijke macht is bezig dat het een en ander te doen. In elk geval rechters, schrijfjuristen, griffiers, medewerkers, ook van de bedrijfsvoering, hebben niettemin alles in het werk gesteld om de dienstverlening aan de rechtszoekenden te garanderen. Vertrouwen, geduld, begrip van de samenleving in het bijzonder, de justitiabelen en de advocatuur worden, zeiden ze het Hof, hoogelijk gewaardeerd. De vooruitzichten van het Hof van Justitie voor het zittingsjaar 2024 zijn ook gepresenteerd door de hofpresident. Hiernaast is ook aan waarnemend president Ronnie Brunswijk gevraagd om meer middelen op de begroting beschikbaar te stellen voor het justitieel apparaat.